Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous accueillir sur les bords de la... Avec deux A, hein. Attention, dans la course de la pierre, il faut quand même se méfier à ce qu'on dit. Un ancien vainqueur de l'épreuve, il l'a fait avec le maillot de champion du monde, cet homme. Il aurait été le grand favori de l'épreuve, si. Il est souvent, hein, Sagan, et qui est déjà, a déjà échoué au pied du podium ici, notamment à la quatrième. Philippe Siquoise, il n'était pas tombé à Pays Basque, ou s'il y a pas... Départ qui est donné, 25 équipes de 7 coureurs, et cet homme qui a retrouvé ses cuissards... Mathieu Van Der Poel, l'homme que tout un peuple attend depuis 2001, un Néerlandais. Avec votre immense expérience de ces courses.
We hebben een kopgroep met De Bolen, Cher, Bernard, Meissen, Van der Leijken, Simeon, dat is een Italiaan, dan Van Asbroek, Sprengers en Verwilst, de twee mannen van Sport Vlaanderen, Sprengers, Ver en Bonny, nog een landgenoot, Jérôme Bonny, ook hij van die groep. Een vorm van erkenning, erkentelijkheid richting de organisatie. Oké, we hebben weer een... Wat? Ja, er stond een huis. Ze zijn erbij, die twee van Wanti. Ja.
Ushchenko. Tekende finale ten opzichte van de voorbije 10 jaar, zal ik maar zeggen, vorig jaar was er wel al die nieuwe finale. En we krijgen hier straks een passage. Zijn daar, hè, papa? Zakire en Luis Leon Sanchez. Ja, wat inderdaad, een formatie, zeg. Inderdaad, 4 stuks en dan hebben ze daar nog Fraile, Villel. Soms denken, hij koerst dom, maar is niet dom. Heeft hij ook in een paar interviews bij ons laten weten, dit is de wedstrijd die mij het minst ligt. Zou hij dan... Dat hij hier voor mij rijdt. Dat is Paolo Simeon, die heeft een probleem. Die zit in de kopgroep. Een beetje krampjes. Kom je natuurlijk wel een beetje op een foute manier in de kijker. Want het is nog ver, nog een goede 90 kilometer. Of is er een ander probleem? Eigenlijk, hè. We kijken hier op de rug van Marcel Meisen. En dan zou ik zeggen, is dat de Meisen? Wel ja, inderdaad. Dat is Boni en... seizoen geleden op de weg en rit in de triptiek Ardennen. Ja, en het is eigenlijk wat doet. Is de Bond, dan is het deze Meisen of iemand anders, maar ze zijn mee. Dit is Bonnier, van wie we een goede 10 jaar gedacht hebben van, je gaat ooit nog wel eens de doorsteek maken naar...
Krijgen. Vandaar dat de Brabantse Pijl al een aantal jaren een mooi opstapje is naar deze Amstel Gold Race. Qua opbouw zit dat kloek in. Een paar te zeggen een beetje te skarten op de kant. Is wat anders, hè? Ja, maar dan moet je nog altijd. Zijn dat vorig jaar te stappen? Dat is een nummer om in je kopje te steken. 5 minuten en 5. Er gaat mondjesmaat wat van af. Hoe ziet die ploeg van de Koning Quickstep eruit? Ze hebben met Gilbert en Alaphilippe 2 aan de familie circuit. Een groot kampioen, een megakampioen, is heen gegaan. Betaal je nadien de tol daarvan? Opvallende aanwezigheid vooraan. Dus Tom van Asbroek die is er ook laat naartoe. Of zelfs apart om de doorsteek te maken naar de 8 die daar al vooraan zaten. Ja, dat zijn mannen zoals Van Asbroek werd hier ooit eens derde op een week. ...2016 te winnen. Ja, het is maar hij zit nu wel in een hoek waar de klappen vallen, terwijl ze hier nog twee erop voelen. Dat is een vraagteken zo groot als die tent hier voor ons staat. Ja. En dat is een grote tent. Helemaal. Soms is een klein lusje daaraf en dan toch weer terugkomen. Dus voor buitenlanders moet dit een nachtmerrie zijn. Ik had hier een keer. Décidé d'aller rouler chez Sky, de devenir mercenaire et de faire le bonheur. Pu rester par exemple dans l'équipe, dans une des deux équipes néerlandaises World Tour, juste capable de flirter avec la victoire dans un grand tour. Question de choix. Warmte kunt en je zit daar in een wedstrijd als de Ronde van Frankrijk dagelijks. Niet altijd natuurlijk, maar als je zo'n zomer hebt. Ja. Thank you.
En dus moet hij oplossingen zoeken in de afkoeling. Het is een beetje tegen de natuur in, zullen we maar zeggen. Vroeger zei ze, ja, hij kan niet tegen de warmte, dus stellen we hem niet op. Maar hij is in. Grijpen. Op 43,5 kilometer van het einde gaat hij. De vraag is nu, gaan er mannen mee? Ja? Dat is eigenlijk de vraag. Hè? Ja. Gaat hij meerijden of gaat hij passen? Blijft op het wiel. Nee. Ja, dat is het probleem. Slaat een beetje toe. Je kunt je dat niet voorstellen natuurlijk. Vandaar die resolute uitspraak, ik blijf crossen, dat is veel plezanter. Ja, Zwening denk ik. Of zie ik dat verkeerd? En dat is, toch nog even wachten. Wat officie een poging aan het doen om de weg te plaveien voor Gilbert. Dat gaat het wat dichter. Ja, die laat Trentin achter. Trent gaat op deze manier betere ploegen. De boel aanleggen. Kijk, hij gaat rijden, hè. Daar heb je Kwiatkowski, die komt nu bij Trentin. Is dat Petiol die ook mee is? Ja, daar lijkt het op. Dat is een klein beetje een vernedering. Ja, het loopt fout niet met Peter. Die nervositeit die is eigen aan hem. Daar had het Trentin bij. Heeft al een keertje in het zand gebeten. Alaphilippe reed hier ook al 3 keer overheen. Kijk naar dat maximum percentage, 22%. Mee. Dat kan natuurlijk wel een verandering zijn, omdat ze daar... Ze heeft er ooit al eens voor gezorgd. Die hier moet Woods eruit. Tja. En dat Trentin kan natuurlijk. Zit mee voorop blijven. In principe. Je zei daarnet opgelet dat er niet eentje op een bek... Iedere keer berg op, berg af. Een oplawaaikoers. Heel veel sturen. En die kan plots uit het ongerijmde komen. Ja. Verdienste, dat hij denkt van goed, daar ben ik dan vanaf, nu ga ik zelf mijn eigen kans. Dat zou inderdaad best kunnen, ja. Zo werkt het ook, hè. Gegeven. We zagen daar ook Philippe Gilbert nog zitten, dacht ik. Oh. 10 seconden. En wat zegt dan verloren? 9 seconden. Ja. Het wordt nog altijd interessant en Trentin is nog altijd mee vooraan. Moeten we die woorden hier aan... Alaphilippe, een defensie die nu daar heel goed gaat
tussenrijden en de boel verstoren. Als mag je natuurlijk in het beste seizoen van je leven bent, dan kan ik me wel inbeelden dat als je van de kop af gevloerd wordt in de Brabantse pijl op een aankomst die je eigenlijk gegoten ligt, dat je dan zegt van, wat, ik zal hem hebben. Gewacht, manneke. Ja, goed, terecht. Ja, ik weet niet of er een baas zit van onder. Dat komt hier nog uit. Sagan, dat is wel een droevig verhaal. Dat is een droevig verhaal. Ja, en er is ook geen verhaal rond. Men zegt niet wat er scheelt. Nee. Ja, je moet er wel een uitleg voor hebben. Hè. Als je daar geen uitleg voor hebt, ja, dan... Die hoogtestage die had voor... uitleg geeft. De Kouwberg, laatste keer. Door een tunnel van lawaai. Tak, 7,5 seconden. 7,5 seconden. Vervolg. Of gaat Kwiatkowski zo verstandig zijn om het zo te houden in de wetenschap dat het alleen moeilijk wordt om er naartoe te rijden? Ja. Andere weet je op een duur niet meer, hè? Ja, ja. Ja, Fuglsang zorgt ervoor dat die mannen terug op achterstand zitten. Dus Fuglsang rijdt voor plek 2? Absoluut, ja. Of... Nee, gaat hem een beetje jennen nu, maar dat gaat hem helemaal niet aantrekken. Gaat doorrijden. Alaphilippe, risico. Ja, inderdaad. Ja. Fuglsang zal ondertussen al weten hoe laat het is. Iets na 5. Mannen die er net ook al niet konden dichterbij komen. In principe rijden voor de 10, hopen op een podium. Van der Poel wil vooral in de top 10. Kan hem nog lukken. Deze komen wel aansluiten en dan komt die ereplaats voor Van der Poel toch nog wat dichterbij. Ook te noteren deze naam van Land. Alaphilippe nu af en toe verbaal. Ga je blijven zitten? Luchtblazen. Een droeve achttocht. Nog een beetje lucht inblazen. Het is niet voor het eerst dat hij het probeert hier in de Amstel Gold Race. Verre van, hè. Maar ik heb hem ooit in de Brabantse pijl met heel veel...
Op en over Trent in duiken zeker? Of is hij al blij dat hij hier kan aanpikken? Het tweede lijkt het geval. Twee keren zuchten en dan misschien nog iets een sprintje doen. Kwiatkowski met een tweede poging. Zijn ze hier druk bezig, ijverig bezig. Maar daar komt hij al. Daar komt hij al. En Lambrecht doet dat prima. Houdt zich daar gedijst in de wielen. Ook hij nu de boel wat aanwijzen. Wat strakker zitten. Wat zekerheid zoeken. En dan komt hij akelig dicht. Daar is de vod. Zo zagen we dat vanmiddag ook. En daar is hij. Daar is hij. En daar komt de rest ook nog. Rick, Rick. Niet een Mathieu van der Poel doet alles wat hij kan om op zijn beurt ook nog helemaal vooraan. Het slaat hier plots helemaal om. Wie had dat nog gedacht? Van der Poel die hoopt een ander. Kijk, ja.